Welkom in Athene, de bruisende stad van oude ruïnes, mythes en geweldig Grieks eten. Vandaag neem ik jullie mee op een culinaire reis door Athene door 24 uur lang Grieks tiefdoe te gaan eten. Ontdek samen met mij de smaak van Athene en wat deze geweldige stad te bieden heeft. Let's go! Ik ben heel benieuwd hoe deze smaakt. Het is echt goor. Maar ze trapt het op. Tot 10 uur. De food challenge gaat vanaf nu officieel beginnen. En dat kan natuurlijk niet beter dan met een kopje koffie. Van mokka. Van mokka. Let's go. Griekse koffie wordt altijd bereid in een briki, dat is dit kleine pannetje. Wat belangrijk is dat er altijd heel veel drap aan de onderkant van de koffie is. Maar de drap moet je niet drinken. Dus belangrijk is dat als je de koffie overgiet naar je mokje, dat je het zeker niet roert. Ja, leuk feitje, Grieken, vooral wat oudere vrouwtjes, die kunnen soms toekomst lezen met die drap. Drink je het een beetje tot het einde op en dan moet je iets beetje overlaten en dan gaan ze met je ronddraaien zo. En dan kan je ze je toekomst lezen. Dat heb je vorig jaar toch? Ja, dat heb ik vorig jaar gehad. Ik had allemaal getallen en zo erin. Als ik eerlijk ben niet meer echt wat mijn voorspellingen waren. Wat leuk is aan dit café, is dat je er Turks fruit bij krijgt. Dat is het eerste wat ik vandaag eet, dus ik ben er wel blij mee. Dit is wel echt lekker. Wow. Dit is echt heel lekker, Jani. Oh, dit is wel echt lekker, man. Zo. Ook een beetje soort van licht romig of zo. Koffie wordt zonder melk bereid. Kan er suiker bij doen, dat doen wij persoonlijk niet. Maar het heeft toch wel een hele romige smaak. Dit ding is wel echt mooi trouwens, ook zo'n dingetje. Ja. Het is niet alleen lekker, maar het is ook gewoon leuk om te drinken. Zoals je ziet in de video worden deze stilpannetjes op zand warm gemaakt. Maar het bereidt nooit het kookpunt. Dat mag dus niet. Dus net eronder. En dat is eigenlijk hoe deze koffie wordt bereid. Ja, ik denk dat wij lekker die koffie op gaan drinken nu. En dan op naar wat eten, want ik heb honger. Ja. Oké, op naar wat ontbijt. Naar mijn favoriete eten waarvoor ik elk jaar terugkom in Griekenland. En dat is de Savon Tiropita. En dit schijnt de beste plek in heel Griekenland te zijn. Of in ieder geval Athene. Athene, ja. Waar je het kan krijgen. Nog nooit geweest, dus ik ben heel benieuwd. Ergens in een zijstraatje is Mam. Heel klein tentje wat eigenlijk alleen maar bekend is bij de locals. Ja. Daar waar je de beste Savon Tiropita kan krijgen. Dat schijnt, hè? Dat schijnt. Ik ben heel benieuwd. Ja, we gaan hem even testen. Ik heb hier echt veel zin in. Ik denk dat ik hier het meest enthousiast van ben. We staan ook gewoon in de rij. We staan gewoon in de rij. Okay, dit is hoe de Savon Tiropita eruit ziet. Het is gewoon bladerdeeg met erin ham en kaas. Eigenlijk heel simpel, maar echt super lekker. De lokale bakker in Janis dorpje maakt het altijd. Dat is mijn favoriet, want ik ben in Kreta geweest en overal. En ik vind die van de Lutsa nog steeds het lekker. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze smaakt. Hij is lekker warm, maar natuurlijk elke ochtend zelf gemaakt. Ja. Natuurlijk hier de ham en de kaas. De eerste hap is natuurlijk altijd alleen maar bladerdeeg, dus ik maak hem even open. Oké. Okay. De kaas is best hard van binnen. Niet heel zacht zoals ik hem gewend ben. Sommigen doen er ook tomaat tussen. Dat vind ik echt veel minder lekker. Nou gaat de echte criticus even kijken hoor. Hij is wel echt lekker. Goeie Savon Tiropita. Maar toch denk ik dat die favoriet nog steeds die uit mijn dorp is. Ja? Maar als je in Athene bent, is het sowieso een aanrader, want hij is wel echt lekker. Smaakt naar een soort tosti, maar dan keer 10. Ik denk dat wij even een ontbijtje gaan opeten. Dan zie je daar. Wauw. We gaan zo loukoumades eten, dat is een Grieks dessert. Wat ik vaak heb gegeten met alleen chocola en suiker. Maar in deze plek hebben ze dus ook pistache en van alles. Maar om daar te komen moeten we eerst door de vleesmarkt. Een hele bekende plek waar je ook kan eten, wat we vandaag niet gaan doen. Want we hebben al 10 tops waar we gaan. Maar het is wel even leuk om te kijken hoe dat eruit ziet. Waar deze plekken dus ook echt onbekend staan, is dat je hier echt Grieks traditioneel eten kan eten. Dus wat de meeste mensen wel kennen is pitagyros, echt de standaard gerechten. Maar hier krijg je echt oma's keuken gerechten. Dus ook wel heel leuk als je hier bent om even naar deze restaurantjes te gaan. Grieken zijn ook niet vies van schapenhoofden eten. Dit zijn de hersenen. En één traditioneel gerecht wat je hier in een van deze restauranten kan eten is een ingewandensoep. Ziet hier niet lekker uit. Ik ga het volgens mij met mijn vader eten over 5 dagen als we hier zijn. Vandaag zaak ik het even over. Maar dat is in ieder geval een gerecht wat je hier kan eten. En een beetje hoe die tentjes hier eruit staan is echt heel basic. Wat klapstoeltjes. En dan ga je lekker zitten met allemaal vers vlees en vis wat er maar bij komt. Dit is hoe de loukoumades eruit zien. Ik ga de eerste hap proberen. Ik heb ze nog nooit met pistache genomen. Ze zijn harder dan ik gewend ben. Meestal zijn ze best wel zacht. Heel charmant. Kom er net het frituur uit, goos. Dit is oprecht de lekkerste die ik ooit heb gegeten. Je ziet echt de crunchy van de buitenkant en dan heel zacht van binnen. Gewoon een soort van donut, maar lekkerder eigenlijk. Echte aanrader dus. Het is wel echt lekker. En stel dat je niet van pistache houdt, zijn er denk ik nog wel 7 andere smaken die je kan proberen. Ik zie strawberry, booncafé, almonds, van alles. Zoals de bread zou zeggen, het heeft echt een goede bite. Zacht van binnen, goede bite aan de buitenkant. Verder naar de bread. Grieken zijn bekend omdat ze heel erg van zoetig eten houden. Nu moet ik zeggen dat één zo'n bakje delen met z'n tweeën voor mij al genoeg zoetigheid is. Maar ik heb nog steeds honger, dus ik heb wel zin in het. Pitagyros. Ja, laten we gaan.
zijn nu in de rij voor de Pieter Gierelszaak, want bekend staat in Athene als de beste Pieter Gierelszaak. Heel Athene. Een heel klein zaakje in de straat. Pendelis. Pendelis. Yeah. Veel Pieter Gierels gegeten ons leven. En nu dan tippen aan die van Thomas. Lucha. Dat is echt mijn favoriete van altijd. Zijn, hè? Als die niet kan tippen. Als die niet kan tippen van een dorpje. Een half uur minimaal. We zijn bijna aan de beurt. Meestal als je Pieter Gierels gaat bestellen, is het echt erin eruit. Dan ben je max 5 minuten bezig. Ze nemen hier in ieder geval wel de tijd voor je eten. Ja, dat denk ik wel, ja. Enna. Ja. Nee, dat is kerst, hè? Het is pita souvlaatje, niet met gyros. Ja, de eerste hap is alleen mijn brood, dus doe jij maar. Het is wel lekker. Ja? Wow. Ik snap wel dat er nou een rijst staat. Ja, dat snap ik ook wel. Hij is ook een beetje pittig. Ja, hij is een beetje pittig, ben je niet gewend van pita? Nou, je proeft eigenlijk alles heel goed wat erin zit. Er zit in plaats van tzatziki zit er yoghurt in. Er zit tomaat in, peterselie, ui. En het lijkt wel een beetje op een soort van pittige paprika poeder of tomatenpoeder of zo. Ik weet niet precies wat het is. Maar het is zeker sowieso een hele andere soort pita dan dat je normaal eet. Aanrader sowieso. Ik heb een half uur in de rij gestaan. Hij is wel echt lekker. Dus als je hier ooit bent in Athene, nogmaals, ook echt een aanrader. Ja. Echt een ook wel goed dat het vlees kan, jij. Ja, je had ook fucking groente voor mij, hoor. De laatste hap. Deze was zeker ruime voldoende. We gaan door, denk ik, hè? Ja, lekker. Nou, wel eraan. Doei, doei. Ik heb wel een keer theocratie. Ja, dat doe maar. Een hele leuke plek als je wat kleine hapjes wilt hebben, is om zo'n lekker kaasplakje te nemen. Ik wil alleen maar Griekse geiten en schapenkaas. Een beetje honing zo. Want dan proef je heel veel die combinatie van die truffel, honing en een kaas. Gewoon heel lekker. Cossarello's is een zaakje gevestigd in een soort van PC Hoofdstraat van Athene. Mocht je dan na een dagje shoppen of rondlopen in Athene denken, ik wil even lekker borrelen, is het echt de moeite waard. Ze hebben alleen maar Griekse kazen en wijnen. Werkt heel leuk personeel. Sla alsjeblieft alle toeristische plekjes in het centrum van Athene over. Dit is zoveel leuker. Prijzen zijn beter. Het eten is beter. Ik vraag het echt uit ervaring. Maar mocht je dan toch denken, ik hou wat meer van vlees dan van kaas. Dan moet je denk ik met ons meekomen. Kom maar mee. Van die raki, in die je kan niet in Griekenland zijn zonder raki te drinken. Dus we hebben een flesje geld. Ja, maar. Ik vind het echt lekker. Ja, die houdt meer van ouzo, maar ik vind raki echt lekker. Galapuna. Ja. Zambon, chirino, pastrami. Oké, waar gaan we mee beginnen? Ik zou met deze beginnen. Maar ik wil vegetarisch wil zijn. Ik vind vlees wel echt wel lekker. Kapot lekker. Mijn vader had het een keer meegenomen voor mij jaren geleden uit Griekenland in Nederland. De enige keer dat ik het ooit heb gegeten in mijn leven. Toen vond ik het al erg lekker, maar in Nederland kan je het bijna nergens krijgen. Ik ben benieuwd naar deze. Die ziet er heel raar uit. Ook best wel lekker hoor, tussendoor. Ja, maas. Ja, ik zeg eerlijk, deze is goed, hè? Erg lekker. Ik kan je echt zoveel meer van genieten van kaas. Het is echt zo erg. Ik voel echt die peper. Ja, je voelt echt die rookschaar. Deze is echt lekker. Lekker opgegeten. Lekker gedronken. Dit was echt een hele grote aanrader. Drank, heel goedkoop. Voor één zo'n flesje betaal je maar 4 euro. En geloof mij, hier voel je wel wat van z'n tweeën. Hier voel je zeker wat van. Yes, nou, dan gaan we nu denk ik naar de spannendste van allemaal misschien wel. We zijn hier aangekomen bij Di Porto. Dat is een heel lokaal restaurantje waarbij je aan de buitenkant niet ziet dat het een restaurant is. Je betaalt een bepaald bedrag, maar dan krijg je gewoon wat potschap. Dat maakt hij en dat wordt op tafel gezet. Ik mag helaas de zaak niet meer filmen omdat het te zeggen dat bekend is geworden sinds de grote YouTubers hier zijn geweest. Dus het enige wat we nog mogen filmen is tafel, maar dat is op zich ook wel het belangrijkste, want ik kan lekker eten filmen. Dat gaan we ook zeker doen. Ik ben heel benieuwd wat hij vandaag gaat maken, want het zijn echt van die oude Griekse gerechten die je eigenlijk bijna nergens anders kan krijgen in de toeristische gebieden. We zitten hier, we hoeven niks te bestellen, alles wordt gewoon lekker op tafel. Zoals de wijn. En dat komt in dit potje. Ratsina is van boomschors gemaakt. Wordt hier achter zijn allemaal vaten. Dat wordt hier allemaal zelf gebruikt. Proost. Ik vind hem ook echt lekker. Kan zijn dat ik nog een beetje aangeschoten ben van de vorige tent. Maar dat maakt niet uit. Heel lekker. De hele smaak van de wijn. Ik kom er zo aan. Er is een heel oud mannetje hierachter in een echt
bij elkaar geknutseld keukentje aan het koken. Om me heen zitten alleen maar echt oude Grieken, wat toeristen. Het zijn echt die hotspots waar je naartoe moet gaan. En dan moet je echt van de vrienden of van video's weten. Want dit is van de buitenkant, kan je gewoon niet zien dat je een restaurant is. Nou, we eten kikkererwten. Ja. En witte bonen volgens mij. Dit zijn van soja volgens mij. Ja. En dit is reviki, dit is fava. Van dat je krijgt, het is heel traditioneel eigenlijk. Ik denk dat we maar goed moeten gaan proeven. Het is echt lekker. Ja, dit is echt heel lekker. Oh, daar komt de vis aan. Oh, wauw. Oké, dit is echt oprecht zoveel lekkerder dan hoe het eruit ziet. Volgende. Oh my god. Oh my god. Lekker, hè? En nu de laatste. Oh my fucking god. Dit is echt heel goed. Ik kan in ieder geval dat het zo lekker zou zijn. Kapot lekker. Heel anders, maar echt lekker. Het ziet er zoveel vieser uit dan dat het eigenlijk smaakt, eerlijk. Dat is ook echt lekker. I know. Ik ben heel benieuwd naar de vis. Ik vind het ook heel goed. Het is echt heel goed. Maar dit is ook echt wat je zoekt eigenlijk in Griekenland. In plaats van alleen maar pita gyros, vind ik. Die vis zit heel veel smaak aan ook. Dat is niet normaal. De buitenkant is zoutig en krappelig. Maar de vis is totaal niet uitgedroogd. Die combinatie is ook echt lekker. Zo lijf erbij. Het is gewoon heel simpel. Het is allebei gewoon een soort van bonensoep. Maar ook met dat brood erbij, het is echt veel te veel. Ja, je kan gewoon niks kiezen. Je gaat gewoon zitten. Waag maar om wat te vragen. Waag maar om geen wijn te drinken. Ja, die wijn staat ervoor dat je water hebt. Hè? Als je water hier ziet, dan moet het vandaag niet anders. Oké, dit restaurant, we kwamen dus net achter. Er werkte dus een hele oude man die best knorrig was. Je mag hier niet filmen. Je moet gewoon puur van het eten genieten. Gelijk heeft hij. Het bestaat al sinds 1875. Ja, het is echt niet normaal. En deze man werkt hier al sinds 1958. Hij zei, oké, deze delen mag je filmen, maar voor de rest moet je genieten van het eten. En gelijk heeft hij. En ja, dat hebben we gedaan. Griekse wilde schildpad. Hallo, baby. Als je echt Grieks kebab wilt eten, dan is het echt de plek om te komen. Ik denk dat al Janis familie, vrienden en lopers die wij kennen, die komen altijd naar deze plek in het midden van het centrum. Als je niet heel ver wilt lopen om te eten, is het echt de plek om echt Grieks te kunnen eten. Ja, hallo. Dit is dus de Fanasis kebab. Er zit een pita onder. Die wordt best wel sompig door het vlees en door de tomaten en zo. Geloof mij, is echt de lekkerste combi die er is. Pita erbij. Echt lekker. Heel sappig, zouten. Okay. Al die zigeuners komen elke keer met roos en als je het aanneemt, moet je echt flink gaan betalen, dus neem het alsjeblieft nooit aan. Plus, als je het aanneemt, dan komen ze daarna terug en zeggen ze letterlijk, oh nee, ik heb het geld is van me gestolen door de zigeuners en dan willen ze meer geld. Dus doe het niet. Hoortje, Vesto. Zie je, dat bedoel ik. Echt heel irritant, terwijl je ook aan het eten bent. Echt lekker, man. Ik zit om te sporten morgen. Dan high five of niet? Nee, ik wil nog gewoon zeggen. Je weet dat ik altijd met mijn handen praat. Korten. Hierna eet ik een week lang niks meer. Kan je nou ook echt niet meer eten? Nee, we hebben heel lekker gegeten. Echt super lekker. Maar het is wel genoeg voor vandaag. Vandaag is echt meer dan genoeg geweest. De laatste hap van vandaag. Ik heb genoeg gehad. Ik denk als jullie dit in een kutdag kunnen doen, jullie ook. Dank je, fijne dag. Een rij. We zijn met de trap omhoog aan het gaan, omdat je dan waarschijnlijk wat sneller bent dan al die mensen die op die lift aan het wachten zijn. Ik ben op de bovenste etage. Dus dit is even trap lopen met de volle maag. Als je een hele dag in Athene hebt gezeten en je wilt even een drankje gaan doen, is dit echt de beste plek om te zitten. Ik zou er niet meer op de dag gaan zitten omdat het al veel te warm is. Maar zo, na de avond, als de zon bijna ondergaat, kan je lekker een drankje doen. Je kan er zelf eten met het mooie uitzicht van de Acropolis. We gaan lekker een cocktail drinken. Proost, hè? Dit is echt heel lekker. Mij smaakt naar olijf of kaas of zo, ik weet niet wat het is. Die van jou smaakt voelt erg naar olijf en kaas. Ja. Ik vind het ook wel lekker hoor. Maar mij is echt super lekker. Ja.
Dit is echt de goorste cocktail die ik ooit in mijn leven heb gedronken. Het smaakt naar zuur van een augurk, waar al maandenlang kaas ligt te rotten. Het is echt goor. Prima. Geen aanrader. Maar toch moest hij op, hè, zonder hem weg te gooien. Het is echt een hele drukke plek om te komen. Je kan er niet reserveren, alleen voor het eten. Dus als je komt, is de kans groot dat je even moet wachten voor een tafeltje. En alle tafels waarbij je mooi uitzicht hebt bij de Acropolis, zijn bij het eetgedeelte. Dus de rest waar wij net zaten bij de bar, heb je nog steeds heel mooi uitzicht hoor, maar wel een stuk minder. Dus als je wilt eten, kan je reserveren. Als je een drankje wilt doen, moet je gewoon lekker naar binnen komen. Nee, niet de Florina. Echt, ik heb nog nooit zo'n vies drankje gedronken. Dit was niet normaal. Een paar keer nog even geroken aan het glas. Dit was niet normaal. Dit was zo vies. Kun je iets bliepen of niet? Ja. Zeg. Wij gaan nu een taxi naar huis vinden. Ja, het begint avond te worden. We hebben nu pak een beet bijna 24 uur alleen maar Grieks eten gegeten. De rest van de uren gaan we lekker slapen. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken. En Jani. Tot naar de volgende video. Yes. Dan al die hoofden die je kan eten. Dit zijn de hersenen. De ingewanden. Welkom bij mij, privé Instagram story.